In deze video gaan we een foto bewerken naar een artwork en dat doen we in Photoshop. Ik heb hiervoor een foto geopend en als eerste ga ik van deze foto een kopielaag maken. Dat doe ik door Ctrl plus J in te drukken. Van deze laag maak ik nu een slim object. Ik ga op de laag staan, ik klik mijn rechtermuisknop en ik kies Omzetten in Slim Object. Nu ga ik boven in het menu naar Filter. Ik kies het filter Pixel en ik kies Mezzo Tint. Bij typen klik ik een keer op de balk en daar kies ik Normale Vegen. Ik klik OK. Ik ga nu opnieuw naar Filter, maar nu kies ik het filter Vervagen. Radiaal vaag. Ik zet de hoeveelheid op 100 en bij methode klik ik Zoomen aan. Ik klik OK. Deze stap ga ik nog twee keer herhalen. Ik ga dus bovenin naar Filter. Ik kies Vervagen, radiaal vaag. Je ziet hij heeft de instellingen van zojuist heeft Photoshop onthouden. En ik klik dus OK. En nog een keer ga ik de stap herhalen. Filter, vervagen, radiaal vaag. En ik klik OK. Ik ga weer opnieuw naar Filter en nu kies ik het filter Vervorm. Daarna kies ik voor Kronkel. Bij hoek vul ik in 100 en ik klik op OK. Aan de rechterkant in het lage venster zie ik dat de filters die we zojuist hebben aangebracht onder de laag staat waar we zojuist een slim object van hebben gemaakt. Dat is het voordeel als je een slim object van de laag maakt, dat de filters eronder komen te staan. En op deze manier zijn ze nog apart te bewerken. Bij de filter Kronkel klik ik aan de rechterkant, of eigenlijk dubbelklik ik aan de rechterkant, op dit icoontje en dan verschijnt het pop-up venster voor de overvloeimodus van dit filter. Ik klik in de balk en ik kies voor lichter en ik klik OK. Ik ga ook deze stap nog een keer herhalen. Dus ik ga naar filter, ik kies vervorm, Kronkel, ik klik op OK en ook hier dubbelklik ik weer met mijn linkermuisknop op het icoontje en komt het pop-up venster weer tevoorschijn. Ik zet de overvloeimodus weer op lichter en klik OK. Nu ga ik onderin naar het zwart-witte rondje. Dat zijn de aanpassingslagen en ik kies de aanpassingslaag kleurbalans. Hier kun je door middel van de schuiven nog een beetje spelen met hoe dat jij hem zelf mooi vindt. Ben ik tevreden, dan klik ik op deze dubbele pijltjes zodat het pop-up venster weer verdwijnt. Nu klik ik op de onderste laag. Op de achtergrondlaag. Ik houd mijn Shift-toets ingedrukt en ik klik op de bovenste laag. Doordat ik de Shift-toets ingedrukt houd, worden alle tussenliggende lagen geselecteerd. Ik klik nu met mijn rechtermuisknop en ik kies één laag maken. Nu gaan we aan de linkerkant bij de gereedschappen naar het verloopgereedschap.
Zie je dit niet 1, 2, 3 hier tussen staan? Dan zit hij verborgen achter het emmertje. Bovenin komen de gereedschapsopties van het verloopgereedschap tevoorschijn. Ik zorg dat in deze balk geselecteerd wordt van voorgrond naar achtergrondkleur. Bij deze vierkantjes klik ik op het tweede vierkantje, radiaal vervagen. Bij modus zorg ik dat de overvloeimodus op bedekken staat. Ik zet de dekking op 50% en ik klik het vakje omkeren, dittering en transparantie aan. Nu ga ik in de foto. Ik houd mijn linkermuisknop ingedrukt en ik trek een lijn. Afhankelijk van hoe dat je deze lijn trekt, krijg je een resultaat te zien. Ben je dus niet tevreden, dan zou je Ctrl-Z kunnen doen en een keer op een andere manier een lijn trekken, want afhankelijk van hoe lang je lijn is en of je hem van links naar rechts trekt, maakt dus uit. Ben je tevreden, dan is de foto klaar en kun je hem opslaan. Heb jij nu ook een mooie artfoto gemaakt? Laat hem dan aan ons zien en deel hem in de communitygroep.